Karel, proficiat. Amai, dat was nog een bekermatch, jongen. Dat was een echte bekermatch. Er zat alles in. Onnodige gele kaarten. Streng fluiten bij momenten, dan veel toelaten. Er zat weinig consequentie in de leiding, vond ik. Maar bon, uiteindelijk trekken we toch de overwinning over de streep. Moeilijk, hè? Meer dan een half uur met 10. Maar ja, ik denk dat we goed in blok stonden, dat de organisatie er wel stond en dat de jongens perfect de taken uitgevoerd hebben vandaag. Maar die eerste 20 minuten, dat was voor de vingers af te likken. Hè? Ja, dat was nog beter dan de eerste 20 van vorige week. Alleen hebben we dat nu wel langer kunnen doortrekken. Er kwam natuurlijk het tweede doelpunt is een klein beetje een domper. Hè. Het stond niet in verhouding tot met het spel. 3-2 aan de rust vond ik niet in verhouding tot het getoonde spel of het veldoverwicht. En dan weet je dat het moeilijk wordt. En dan, ik blijf het zeggen, die eerste gele kaart voor Kelvin. Belachelijk in mijn ogen. De tweede, ja, dat kan ik mijn leven. Maar die eerste vind ik totaal belachelijk. En dan komt die moeilijkheid. Hè. Dan moet je gaan schakelen en dan komt het onder druk. Maar ik denk niet dat wij veel kansen weggegeven hebben. Dus al bij al misschien toch wel een verdiende overwinning. Vrezen en daarna nog 40 minuten met 10. Dat is lang, hè? Ja. Maar vrezen. Je hebt geen tijd om te vrezen. Hè. Je moet in die wedstrijd zitten en moet alert blijven. Maar nogmaals, ik denk dat blok er stond en dat we weinig of niks weggegeven hebben. En chapeau voor de jongens. Dus we moeten nog lekker naast de week weer tegen 10. Ik weet dat het 2-2 was op het einde. Ik weet het niet, maar het maakt niet uit. Hè. Bedoel, spelen thuis moeten vol voor de overwinning gaan. Om dan die vierde wedstrijd ook nog te halen, hè, die toch voor de supporters en eigenlijk voor ons allemaal heel belangrijk zou kunnen zijn. Of allee, dan een surplus zou zijn en nog een keer misschien een vol stadion, wie weet. Dus dat zou mooi zijn, maar het gaat crescendo. Hè. Het gaat van week tot week moeilijker zijn. Volgende week gaat nog moeilijker zijn dan vandaag. Dus voetjes op de grond, keihard werken en hopen dat we volgende week opnieuw op het einde de winnaar zijn. Dat gaan we proberen te doen. Allee, jij toch, hè, met de buitenspelers. Hè. Dankjewel. Dat gaan we zeker doen. Bedankt, Fantje. Dank u. Bob Proficiat, moeilijke, hard bevochten winst, 3-2, en jij maakt de eerste goal. Hè. Ja, eerst en vooral heel blij dat ik kan scoren voor zoveel supporters. Toen mij heel veel deugd. En qua wedstrijd, ik denk dat we het onszelf moeilijk maken. Als we 3 keer scoren en we moeten vechten tot de laatste seconde, dan ligt dat vooral aan ons. En dat zijn enkel lessen waar we uit kunnen leren. Ja, en na die rode kaart van Kelvin zeker? Ja, dan moet je geen veel gaten toelopen. Kansen gingen er niet meer komen voor je? Nee, helemaal niet. Ik liep ook tegen de krampen aan. Nog niet echt 100% topfit. Ik sukkelde wat met een overbelasting na de eerste week, waardoor dat ik kleine 3 weken aan de kant moest blijven. En dat voel ik nu wel. Ik ben wel aan het groeien, conditioneel en zeker ook het spel op het veld. Dus enkel goede dingen vandaag. Met supporters moet je wel vooruit, hè? Zeker en vast. Ik hoop dat er alleen nog maar bij komen en dat Eendracht terug groot kan worden. Ik zou zeggen, dankjewel en doe zo voort. Hè. Merci. Alsjeblieft, jongen.